Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon. En dit is aflevering 46. En we zitten nog steeds in Disney Unique. We hebben vorige keer deze layout gemaakt en ik heb een beetje lopen bouwen. En nu zeggen mensen, verdomme Vincent, dit hadden we willen zien. Het is niks anders dan gebouwtjes die ik heb neergezet, meer niet. Ik ga gewoon wel helemaal thematiseren met jullie. Ik heb hier gezien dat het station staat nu klaar hier. En nou, het ziet er gezellig uit. Het is een beetje 3D, dus het is even wat meer vlaktes. Het is geen één geheel, het zijn verschillende huisjes van soorten en maten. En daar vertrek je dus met je paardje, ga je zeg maar van de stal af en ga je door een stadje. En ik dacht, we gaan dit even een beetje thematiseren. Ik heb de grond al een beetje bruin gemaakt. Echt een beetje dat Wild West idee, hè. En hier kunnen we nog wat dingen ingooien die we kunnen plaatsen bij de thematisatie. En eens even kijken, waar gaan we de dingen neerzetten? Ik heb hier een stuk van de mijn. Dat kunnen we misschien wel hier ergens inzetten, want we willen ook nog een beetje overdekt maken, hè. Dus ik ga eens kijken waar we dat precies gaan neerplaatsen. Is misschien leuk. En we hebben ook weer een gast meegenomen natuurlijk. Ik heb een gast, altijd een gast. En jullie zijn waarschijnlijk weer benieuwd wie dat is. En ja, jullie moeten gewoon afwachten totdat degene gaat praten. Ja, sorry. Ja. Ik wacht met je mee. Ja, is goed. Ja, want, ik ben benieuwd. Ja, ik ben ook benieuwd. Ja, want, wie zal het zijn? Weet ik niet. Nee, nou, we zullen het wel zelf horen. Ik hoop het, want mooi hè. Gaat u nergens over. Hallo. Stel u voor, wie bent u? Ja, dat... Dat weet u zelf niet. Ik zelf nog... Nee. Dat weet u... Mensen weten het wel. Ik krijg in de server wel eens reacties. Oh, jij bent toch de jongen van die weetjes? Ik was diegene van die weetjes. De weetjes, ja. Afleveringen terug. Klopt. De weetjes, meneer. De weetjes, ja. Word jij me de weetjes, meneer genoemd? Iemand zei dat. De weetjes, meneer. Ja, ik weet niet. Vertel. Leg uit. Wat is weetjes, meneer? De weetjes, meneer. Nou, dat is niet iemand die weeën krijgt, maar iemand die gewoon weetjes vertelt. Oké. Okay. Is de vorige aflevering die je hebt gezien, dan weet je waar ik het over heb. Nee, ik heb ze niet gezien. Was het een leuke aflevering? Of, nee. Nee, waar ging het over? Ja, over weetjes. Oh. Ja. Een beetje saai. Ja, weet je wel. Ja, weet je. En wat vind je van de attractie als ik zoiets heb over een paarden... niet een paardenrace, maar een attractie dat je als paardje gaat... ja, lekker gaat shocken. Weet je wat ik bedoel? Doe me denken aan die dingen in Drievliet, als ik het goed zeg. En een beetje Bobby Aland idee. Ja, dat kan kloppen, ja. Ja, Bobby Aland, wat had hij ook alweer? Die hebben toch ook alles met paarden. Oh, met paardjes, nee? Klopt. Ja, klopt. Ja. Maar die hebben toch ook, een dat je op zo'n paardje zit? Ja, toch? Ja, dat is die soort monorail geval, maar dan moet je zelf trappen of zo. Super goedkoop. Zelf trappen? Volgens mij wel. Ik heb er nog nooit in gezeten. Ik bedoel, ik ren er altijd met de noodvaart voorbij. Zonde, maar... ik vind dat wel leuk. Ja, ik ben een beetje te oud voor zulke dingen, maar ik vind dat wel super leuk om dat gewoon mee te maken. Dat had ik pas geleden, was ik in de Efteling. En, ja, ik kom er bijna nooit. Nee, je komt er nooit mee. Nee, hè? En, Daar gingen we in de oude Tuffer en in eerste instantie dacht ik van ja, ik ben oude nooit Tuffer, geweest. Wat een attractie, maar ik heb heel dat ritje heb ik in een scheur gelegen van het lachen om eigenlijk niks. Want je moet een soort van zelf sturen. Ja, klopt. Zeg maar. Klopt. Echt heel apart. Maar je gaat over een rails, maar je moet toch een soort van zelf sturen. Kan je een heel klein beetje links en rechts. Oh ja, dat ken ik wel. Een beetje, ja, we hebben in Walibi ook geloof ik. Als je de eerste attractie waar je binnenkomt. Eerste Walibi? Ja, ben je nooit in Walibi geweest? Of? Ja, zeker. Dan heb je die attractie. Ja, hoe heet dat nou? Dat is een... wat is dat nou? Ja, gewoon dan ga je over een riviertje heen. Het is zeg maar als je binnenkomt en je gaat door die hal en dan rechts, dan zie je de attractie. Ik weet de naam niet. Heet het ook iets met Tuffer? Het zal heel raar zijn als het ook Tuffer heeft. Nou, het zal wel. Ja, nee, ja, je hebt links heb je dat soort van Main Streetje, zeker als je binnenkomt. Ja. Dan ga je door zo'n hal heen. Ja, klopt. En is het voor die hal rechts, heb je toch een soort van open veld? Ja, nee, je moet helemaal recht door de vel, door die hal. En dan zeg maar aan de rechterkant krijg je het. Richting de, hoe heet dat ding? De Speed of Sound. Ja. Nou ja, hij zit daarvoor nog. Bij die fontein. Geloof het wel. Bij die magische spreekfontein. Ja, dan heb ik wel een beetje een idee van. Ja, nou, het zit eigenlijk daarvoor nog. Het is de eerste nog attractie daarvoor. Bij de fontein. Bij die grote fontein in het midden. Dat zeg ik net! Oh, nee, ik dacht dat je het over de pratenfontein had. Dat je doorliep. Ja, maar er zit toch...
Ja, je hebt in het begin die fontein. Ja, dat is de normale. Die met met bloed wordt gegoten. Of met groen of zo. Oh, lekker. Ja, dat is voor Halloween, hè. Dat is helemaal aankleding. Dan gooien ze rood spul erin of groen spul of zo. Lekker een monster idee. Ja, wel leuk gedaan. Maar die, daar is het bij dus. We gaan nog een keer naar Walibi, laat je het gewoon zien. Ja, dat vind ik een rete goed idee. Hard gaan, hashtag. Precies dat. Ja, ik heb niks meer Walibi hoor. Ik vond het wel leuk om een keer te doen, maar that's it. Ik heb ook geen zin om echt elke... één keer per jaar is gewoon al te veel. Bijna wel. Ja, bijna wel. Voor dat park wel. Zeker. Zo, en ik ben nou weer lekker bezig met iets maken. Ik dacht, ik ga gewoon eens even random wat dingen thematiseren voor dat je inderdaad op zo'n paardje zit. Tjoek, tjoek, tjoek. Shock, shock, hè? Mag ik eigenlijk zeggen? Shock, shock. Shock, shock. Lekker shocken. Shocker de shock. Dus dat niet, shock op zo'n paardje? Shock op een paard? Nee, dat heet toch galopperen? Ook nog lekker shocken. Ja, ik vind dat mijn best. Je doet maar wat je wil op zo'n paard. Ja, is goed, lekker shocken. Vreselijk. Paarden, ik ben echt... Nee, ik hou niet zoveel paarden. Nee? Ik vind leuke beesten, maar... Nee, ja. Maar we waren toen met Brian, waren we toen in... welk park waren we nou? In Toverland. En dat had je die paardjes. En toen heeft Brian ook heel de weg, net als jou, met dat lachen, heeft hij ook heel de rit gelachen, joh, op dat paard. Oh, dat was in Toverland? Ja. En toen heeft Giovanni toen... Oké. En toen Giovanni heeft toen dat greenscreen ging uit zijn tas pakken. Ik weet nog steeds niet waarom hij dat pakte. Maar hij pakte gewoon een stuk greenscreen uit zijn tas. En ja, ik weet niet waarom nog. En misschien als ik het navraag dat hij een reden heeft, maar... Het was echt heel onduidelijk waarom hij dat nou deed. Hij zat gewoon uit zijn rugzak tijdens dat paardje. Hij genoot niet eens van de attractie. Gewoon met zijn rugzak te kutten eigenlijk. Random. Ja, random eigenlijk. Was ja. Leuk hoor. Echt heel leuk om te zien. Dus, je maakt wat mee, hè? Ja, dat is gaaf is dat. Zo, ik heb nou een huisje gemaakt waar de attractie, waar dat mijn karretje uitkomt. Vond ik zelf wel heel leuk staan eigenlijk. En ja, dat maakt het wel leuk zo. Hè? We zijn lekker aan het babbelen zo, het gaat goed. We bouwen gewoon random wat spulletjes en... Ik ben ook aan een park bezig, maar dan... Disneycraft. Disneycraft, kijk, dat is wat anders hè. Disney Unique. En wat vind je dan mooier? Ja, je kan het niet vergelijken met elkaar. Nee, je kan het niet vergelijken. Nee, alhoewel, ik kan... Het kost wel heel veel werk. Ik zie mensen nu al in de comments zeggen... Wat Vincent gaat het doen? Maar nee, het is gewoon niet mogelijk. Je hebt een Minecraft pack die je kan downloaden voor rollercoaster. En dan kan je dus met die blokjes... Je hebt cobblestone en zo, maar je hebt niet alles hoor. Je hebt heel weinig. Maar wat ik heb gezien was leuk. En dan kan je dus een soort van Minecraft bouwen in de rollercoaster. Ja. Maar dat useless ja, eigenlijk. Ja, dat is echt heel useless, denk ik, ja. Maar hoeveel bezoekers heeft jouw park al gehad? 954 staat de teller op. Nou, ik zie dat in Disneycraft de teller op 22.999 staat. Ik ging je playback, het leek net of ik het zei. Dus nog één! Nog één! Oeh jee, dat is wel spannend. En dan hebben wij de 25.000, nee. Goed geteld, hè? Dat kan ik wel een beetje, precies. Hoor. Precies, dat, ja. Kijk. Dat is niet geplaybacked. Nee. Nee, nog eentje en dan 23.000, maar dat is niet voor deze serie. Nee. Maar wel leuk om te vertellen. Oh, nee, absoluut. Nee, zeker weten. En zoals je ziet heb ik net een kant-en-klaar iets neergezet. Ik weet dat het misschien een beetje triest is, maar dit zijn die, zeg maar, ik kan heel slecht gebouwtjes maken. Dus ik plaats gewoon wat gebouwen en die geef ik wat vormgeving. Dus als gebouwtjes niet af zijn gebouwd of ze missen wat dingetjes, dan bouw ik gewoon extra bij. Jullie zien hier dat kleine huisje wat ik hier heb neergebouwd. Dat ziet er heel leuk uit als je dat combineert met standaard objecten. En dat probeer ik ook met de gebouwtjes. Hier wil ik nog wel een leuk terrein maken hier. Ik ga eens kijken wat we nog in huis hebben. Want Rollercoaster biedt gewoon heel weinig qua bewegende objecten in het Wild Westen. Eigenlijk gewoon helemaal niks. Want als we kijken bijvoorbeeld hier, ik vink zeg maar alles uit behalve het Wild Westgebied. Dan moet je eens kijken hoe weinig objecten er eigenlijk overblijven. We hebben eigenlijk heel weinig. En ja, vooral die saloons kunnen we wel neerplaatsen. Het ziet er wel heel raar uit vanaf de buitenkant. Dus vandaar dat ik hier het een beetje open wil laten. Maar misschien kunnen we wel iets van een saloonetje maken. Misschien kunnen we het wel een beetje hierbij toevoegen. Maar het zou heel raar staan bij deze thematisatie. Dus ik denk niet dat ik dat ga doen. Kijk hoor, misschien kunnen we hier wel...
iets neerzetten hier wat hierbij kan zo. Kijk, het nadeel is natuurlijk ook dat je soms je objecten niet kwijt kan. Dat is ook heel irritant gewoon eigenlijk. En dit zijn natuurlijk de standaard vaten die ik nu plaats. Dat zijn echt die eensvaten noem ik het. Omdat er maar één blokje kan je ermee vullen. Of één dingetje. Van één blokje kan je er vier bij vullen. Maar als je dan kijkt bij Shy Guy. Die heeft ook een hele leuke pack. Die kennen jullie inmiddels wel. De Shy Guy's Catfish Cough. Die staat helemaal onderaan bij de S natuurlijk. En die heeft die barrels. En die heeft zeg maar, ze lijken op elkaar. Dus barrels. Dezelfde texture. Barrels. Barrels. Maar die kan je dan lekker overal plaatsen. En op elkaar en noem maar op. En dat ziet er wat leuker uit. Zoals je wat meer variatie krijgt met de tonnetjes. En je kan ze gewoon ook in het object plaatsen zoals je ziet. En je kan ze hier natuurlijk een beetje plaatsen hier langs de weg. Ik vind die allemaal krap hier, zie je? Oh, ik haal dit maar gewoon weg. En dan plaatsen we hier een paar barrels bij. En hier nog een paar barrels. Zo. Kijk, dit is leuk. Oh, die zijn in de lucht. Dat hoort natuurlijk niet. Zo, laat ze op de grond. Nou, dit ziet er al gezellig uit. Misschien moeten we deze, ja, deze muur, deze berg moeten we misschien een beetje gaan verbergen. Snap je? Ja. Ja, zo heel flauw. Ja, ik dacht, je komt niet met je weetjes. Ik denk, nou, dan doen we het op die manier. En ja, geen weetjes, nee. Nee, geen weetjes. Ik ben super geconcentreerd bezig, joh. Ja, is, ja. Ja, weet je? Weet je? Ja, dat komt goed. Nee, morgen, terwijl jullie dit kijken, hebben wij al lang een dingetje bezocht. Hebben wij al lang de Efteling bezocht. Maar wij gaan inderdaad naar de Efteling toe. Oh. Jammer dit. Dat is ook een weetje. Dat is ook een weetje, ja. Dat is, ik heb er best wel zin in. Ook al heb ik dit jaar al een keer bezocht. Het is altijd leuk om er gewoon een keer, hè? Ja, ach. Jij bent ook al 15 keer geweest dit jaar? Of? Nee, valt het mee? Nee, dit wordt denk ik de vijfde keer. Oh, jeetje. Of vierde, ik weet het niet. Jeetje. Oh, hopen, hè? Ja, en dan ga ik 24 januari ook weer. Nog een keer. Bezoekers klagen over eten, terwijl ik nu aan bouw ben. Dit bedoel ik, ik ben lekker bezig en dan word ik gelijk onderbroken door zeikere bezoekers dat er te weinig eten aanwezig is in het park. Oh. Tijd. Altijd gezegd. Altijd. Waarom komen hier trouwens geen mensen? Er lopen echt zo weinig mensen. Ik vind dat zo jammer. Ik ga hier eens gewoon eens een dingetje zetten. Even kijken, ik ga wat boompjes lopen. Aan de kant. Oh, er staan, ik heb zoveel bloemetjes in het park dat het zo veel tijd kost om al die bloemetjes gewoon even weg te slopen. Dat het helemaal kaal is. Zo. Hoppakee. Deze doe ik aan. Nou, ik moet toegeven, er zijn af en toe wat minder kraampjes. Omdat ik ben natuurlijk heel erg bezig met attracties en heel weinig met eten. Maar we kunnen wel ergens een frietkraampje dumpen misschien. Oh, daar heb ik pas nog frietkraampjes gedumpt. Nou, de mensen vinden het toch dat te zeiken, ja. Bij de dump. Altijd al gezeik bij jou. Ja. Altijd al gezeik bij jou, verdomme. Altijd al gezeik. En waarom kan ik hier nou niks plaatsen, jongens? Oh, nu wel. Oké, dit is echt de logic weer van Rollercoaster. Verwijder hier een stuk pad en dan ineens dan... Nou, dat fix ik later nog wel. Maar ik heb hier een frietkraampje neergezet. Misschien kunnen we hier ook wel opvullen, maar dan moet dat bankje weg. En hier zit iemand lekker op te chillen. Het loopt echt met zijn beentjes over elkaar. Oh, het is een vrouw. Sorry, mevrouw. Oh, ze lopen ook allemaal met onder... Ze lopen echt met allemaal veel... Oh, nu krijg ik een prijs voor beste eten. Huh? Echt, hoor. Echt de logic hier gewoon. That escalated quickly. Ja, echt, hè? Nou, dat is ook weer opgelost dan. Het is een beetje grauw in mijn park, een beetje donker. Ja. Even kijken, we gaan ook een wachtrijtje maken voor deze attractie. Dat doe ik natuurlijk ook in de houtstelling. Misschien kunnen we het een beetje door laten gaan zo. Dat is wel leuk dit. Beetje een klein, ja. Compact ingangetje. Ik zeg maar ja, ik zie het niet. Nee, je ziet het niet, hè? Ik zie het niet meer zitten. Nee. Nou, dat wel. Ik zie gewoon jouw spelletje niet meer zitten. Okay. Jouw game zie ik niet in mijn scherm, zeg maar. Sorry. Ik ga nou nog wel eens even fout eruit halen. Want hier zie ik een blokje dat moet nog omhoog. Ik weet niet waarom het ineens naar beneden staat, maar... Fouten? Ja, nee, hier is echt een stukje naar beneden gegaan. Een stukje gebouw. Dat is jammer.
Ja, want nu moet ik alles omhoog gaan plaatsen en nou is heel mijn dingen een beetje verpest. Tucht. Ja, zo gaan die dingen. Precies, zo gaan die dingen. Zo, kijk eens. En als we het over de Efteling even nog hebben, wat vind jij zo mooi aan het park dan? Nou ja, weet je, dit is niet echt niet iets specifieks in het park, maar gewoon vanaf het moment dat je daar binnenkomt, tot het moment dat je daar weggaat, is het eigenlijk, is het leuk, is er wat te doen, is er wat te zien, ja. Het verveelt niet, zeg maar. Ja, want jij vindt vooral de uitgang het leukst, hè? Of niet? Nee, de biertap. Bij de biertap. Nee. Gelukkig niet, hè. Zo erg is het nog niet. Nee. Nee, maar zeg maar gewoon door heel het park lopen muzikanten en nou in die winter Efteling ook weer van alles met show zit erin. Want okay. Ik heb de ontmoeting met die vuurprins en zo. Oh, dat heb ik lijkt gezien, me ook best ja. Wel, ja, lijkt me best wel grappig om dat ook eens een keertje te zien. Ja, ja zeker. Dus en ja, natuurlijk de attracties, hè. Jammer dat het vliegtuig dan er dicht is. Vind ik toch altijd wel even leuk om... Ja, ik heb te veel gezien, hoor. Ik heb ook in mijn video gezegd, theeluiten, van... Ja, het is wel een leuke attractie, maar... Het is op zich wel, ja, weet je. Als je een paar keer hebt gezien, dan weten we het nou wel. Dat ken je hem wel, ja. Dat is met alles wel, op ja, zich. True. Nou, ik wil heel graag, klinkt raar, maar ik wil heel graag in die Tuffer... Omdat ik er serieus nog nooit in ben geweest. Dat is echt iets wat ik... En ik ga het gewoon doen. Ja, heel graag, want ik denk dat ik net zo hard ga lachen als jou dadelijk. Wat jij hebt gezegd, toch? Ja, dat is. Ik vond het echt heel vermakelijk. Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Ja, het gaat helemaal nergens over. Je rijdt in een autootje. Maar voor mij is de omgeving ook heel mooi, of valt het mee? Of is het ja, dat is wel zo. Oké. Okay. Ja. Het is heel leuk gethematiseerd. En, oh, daar ben ik heel benieuwd naar. Echt heel benieuwd. Dus ja, we gaan het zien, hè? We gaan het zien morgen. Ja. Morgen gaat er ook een video komen. Ja, er gaat een video, tuurlijk. We kunnen ik ben wel heel benieuwd. We kunnen de mensen niet alleen maar Rollercoaster Tycoon laten zien, natuurlijk. Ja, we hebben ook echte dingen laten zien. Echte dingen, ja. Echte pretpark ideeën. Ja. Nee, dat komt helemaal goed. Dat gaan we sowieso beloofd al aan de mensen bij mijn Telut video. Och. Och jee. Dat wordt wat, mensen. Dat wordt wat, zeker weten. Nou, ik heb hier een dingetje gemaakt waar je onderdoor gaat. Een soort van... Ja, boogje, dat vind ik ook zelf heel leuk. Dat je onder dakjes doorgaat en zo. Dus dat vind ik fantastisch eigenlijk. Nou mensen, ik hoop dat jullie een leuke video vonden. We gaan hem weer... we gaan nog even door. Ik heb er wel zin in. We gaan dus gewoon lekker door. Ja. Jullie dachten wel, shit Vince, gaan we nu afsluiten? Nee. En dan plot twist. Ja, nou, maar we keken al naar de tijd. En dacht van Vincent, nou die gaat vast nog wel even door. Want anders, of hij weer verkeerd gemonteerd. Dat hij weer 10 minuten zwart beeld kijkt. Dat kan natuurlijk ook ooit een keer gebeuren. Hè? Dat is wel een keer gebeurd. Ja, dat is wel eens vaker gebeurd. Maar... Ja, nou ja. Ik wil het niet over hebben. Is een beetje gevoelig. Gevoelig puntje. Pijnlijk. God. En ik mis paardjes. Ik mis keihard paardjes hier. Ik weet niet waarom, maar ik mis gewoon lieve paardjes. Je hebt er niks mee, maar ze moeten er wel zijn, vind ik. Ah, dat is zeker. Ik heb er niks mee, maar ze moeten er, als je een paardattractie maakt, dan moet je wel paardjes hebben. Ja, absoluut. Dus een paar van die vastgebonden robotpaarden, die gaan we gewoon hier neerzetten. Maar dan kunnen die mensen ook kijken vanaf de andere ingang van de boomstamattractie. Kunnen ze ook die paardjes zien staan aan stal. Dat is misschien wel leuk. Dat zou ik doen. Ja, hè? Dan gaan we dat gewoon doen. En dan gaan we ook gewoon wat robot, gaan we ook wat thematisatie doen. Hier gaan we wat een tipi tentje neerzetten misschien, leuk. Wat vuur uitkomt en we gaan gewoon gezellig maken hier. Wat objecten neerzetten zo. Een tipi tent. Een tipi. En een totempaaltje komt natuurlijk ook erbij te staan, dat hoort er ook allemaal bij. Oh, dat maakt het wel, echt heel schattig dit. En gewoon een klein winkeltje daar. De chemist. En ik ben toch zo benieuwd. Ja, ik kan het misschien 100 keer zeggen, maar ik ben... Zo benieuwd naar de nieuwe Rollercoaster World. Want het wordt verbluffend mooi. Hoe je ziet hoe gethematiseerd sommige dingetjes zijn. Dan heb ik zoiets van, wauw mensen, dit gaat echt fantastisch worden. Dit wordt echt een heel goed spelletje. En dat, ik ben wel heel benieuwd naar eigenlijk. Jij hebt niet zoveel met Rollercoaster, hè, begreep ik? Ja, ik heb het vroeger wel veel gespeeld hoor. Oké, okay, ik heb 1 en 3. Oké, okay. Twee moet je eigenlijk nog wel hebben. Ja, hoor, eigenlijk. Ja, want dat mist nog wel eventjes. Dat is dan weer net dat puntje. Die... Ja. Twee. Nee, die mist wel hoor. Jammer.
Ja, is dat echt... Ja. Ja, ik hoor van heel veel mensen dat dat juist de leukste was. En dan denk ik van, verdomme, heb ik die weer net niet gespeeld. Ja, 2 is heel goed. Maar dat is misschien dat 1 wat minder... grafisch Hello. Was. Ja, 1 kan je wat minder mee inderdaad. Maar met 2 heb je veel meer mogelijkheden, waardoor het spel wel beter wordt. Dat is wel leuk. Ik ga het eens kopen, denk ik. Ja, of nou, ja, eigenlijk moet je het kopen. Officieel, ja. Ja, en Pieter komt het kanaal binnen ineens. En, hallo Pieter. Hallo. En Pieter die heeft voor mij ook nog nooit Rollercoaster echt gespeeld. Heb je Rollercoaster gespeeld, Pieter? Of, Jawel, ik heb het. Ik heb alle uitbreidingen al gehad. Ja, ik heb een paar sets gedownload. Het is wel lang geleden. Het is heel lang geleden. Maar heb je nog zwart-wit? Rollercoaster 2 ook gespeeld. Oh, leuk. Six Flags en zo, ja. Oh ja, Six Flags, ja. Nee, maar ja, dat was bij 2 volgens mij, hoor. Als ik maar 2. Ja, 2, ja, ja. Ja. Oh, ja. Superleuk. Al die oude tijden, hè? Al die hoor je nou een TT? Oh, een TT. Toen reed de police nog op een paard. Wat is dat? Of op een vergen. Dat weet ik niet, dat zeggen we altijd. Oh, en Goes. Misschien, ja, dat is misschien Goes. Goes spreekt. Vroeger reed de politie nog op een verreke. En inmiddels haal ik bijna het record in van Disneycraft. Wat jij zei met zoveel mensen. Maar nu zitten er al 970 in mijn park. Ik kom in de buurt. Ja, nog zo'n 22.000 te gaan. Nou ja, weet je wat ik het stomme vind? Is dat serieus nog niemand waar ik bouw nu in dit gebied. Ik wil je ook nog doorgaan met bouwen. Dat die echt serieus nog niemand is gekomen. Voor mij heeft ook gewoon nog niemand deze boomstamattractie bezocht. En ik snap niet waarom. Oh, er komen mensen nu wel richting het gebied. Maar dat is volgens al mij... wat. Dat is al wat. Ja, ik ga eens kijken hoor. Want even zoeken. Zitten de mensen... Toegangsprijs 1 euro? Oh. 1 euro! Oh, je moet nog betalen voor die dingen ook. Dan ook met oneindig geld werken. Maar goed. Nou, er heeft nog niemand gejoind hier. Er heeft nog echt serieus nog niemand in deze attractie gezeten. Dus ik ben heel benieuwd. Nou mensen, dit was de video. Bedankt jullie voor het meespelen. En volgende keer gaan we verder met deze Wild West attractie. Wordt het waarschijnlijk wat groters en wat mooiers nog. We hebben nu ook aardig wat dingen staan. En dan gaan we dus kijken of de eerste bezoekers eindelijk in deze... Ja, misschien laten we ze alvast in deze attractie... Ja, gewoon bezoeken, toch? Ja. Spannend. Ja. Nou mensen, tot de volgende keer. En vergeet niet te abonneren en te liken. Dat kan allemaal in het midden van het scherm. Doei doei! Doei!